Nou, bij Onderhoes was het wel heel erg stom, toch? Omdat hij was al een keer betrapt met dit soort van activiteiten. Oh, is dat zo? Ja, en toen had hij aan beloofd aan de gemeenteraad, dat zou het nooit meer doen. En toen gebeurde het weer. En dat, ja, dat is een beetje nou ja, een boekensteintje-achtige toestand natuurlijk. Ja. Als je belooft iets niet meer te doen en je doet het toch weer, ja dan ga je vaak voor de bijl. Het Verlossen, kunt u mij horen? Overigens ook nog een onderzoek over de Nederlandse politiek. 77% van de Nederlanders vindt dat de Haagse politiek te veel met zichzelf bezig is. En de burgers zijn moe van de constante opstootjes in Den Haag. Veel te veel bezig met incidentenpolitiek is de conclusie. Ja, dat was 40 jaar geleden ook zo, denk ik. Oké, dus dat is van alle tijden. Zou ik graag vergelijkend onderzoek zien. Maar dat is het sentiment van nu van de Nederlanders. Dat is ja, dat geloof ik graag, maar dat was sentiment 30 jaar geleden ook. Ja. En mensen die niet specifiek geïnteresseerd zijn in politiek, vinden politiek altijd wat een misselijk gedoe. En altijd maar bezig met elkaar vliegen af te vangen. Dat is waar, dat is zo. En dat is natuurlijk is ook de politiek is een gesloten wereld in allerlei opzichten. Net zo goed als de academische wereld, als je daar een deel van uitmaakt, ook een hele vervelende infantiele wereld kan zijn. Dat geldt voor alle werelden die besloten zijn, alle bubbels om het maar zo te zeggen. Ja, hoe moet je de politiek openbreken? Hoe moet je alle bubbels openbreken? Dat kan niet. Nee. Dat is inherent aan de wijze waarop de mensheid georganiseerd is. Ja. Zouden ze in Den Haag wat minder incidentenpolitiek moeten voeren? Ja, daar ben ik een gladde voorstander van. Maar natuurlijk, dat is het probleem dat het publiek zelf bij elk incident wil dat de politiek er iets aan doet. Hè? Want dat is natuurlijk wat iedereen, wat niet mensen die niet geïnteresseerd zijn in politiek, die vinden ook dat de politiek bijvoorbeeld onmiddellijk aan elke schandalige misstand een eind moet maken. He, want dat wordt dan hoog opgespeeld in de media. Hoe is het mogelijk dat dit, nou ja, je weet wat. Ja, dus in die zin is ook de media-aandacht, die gestuurd wordt voor een belangrijk gedeelte doordat mensen dat lezen of bekijken, die is mede verantwoordelijk voor de incidentenpolitiek. De incidenten worden meestal veroorzaakt door de media. Dus de media is eigenlijk mede schuld aan wat er allemaal gebeurt. Nou ja, de media die zijn natuurlijk weer het slachtoffer van het feit dat we allemaal weten hoe de kijkcijfers liggen. En ja. Wat de abonneecijfers zijn voor de kranten, dat weten we allemaal. En die moeten altijd samen commercieel georganiseerd. En dus moet er gereageerd worden op het getalsmatige succes. Ja, maar dat weten de politici natuurlijk ook. Ja, als wij natuurlijk vernemen dat we met die podcast, dat de laatste luisteraar afgehaakt heeft in Boxmeer, dan gaan wij ook stoppen. We hebben ook gezegd, als we uit de top 10 vallen, stoppen we dan. Ja, mee, terwijl ik zei nog heel bescheiden uit de top 25. Jij zei de top 10. Ja, nee, dat is top 25, daar luistert ook al niemand meer naar. Dan nee? Nee, je moet wel in de top meedoen. Als we uit de top 10 vallen. Ja, de luisteraars die horen hoe ambitieus wij feitelijk zijn. Ja. En dat wij net reageren als andere media. Namelijk dat we wel heel gevoelig zijn voor de mate waarin er daadwerkelijk geluisterd wordt. Want jij hebt natuurlijk, ik kan ook heel ethisch verantwoord zeggen, ook als er maar één luisteraar over is die gelukkig wordt van onze podcast, dan horen we daarmee door te gaan. Als ik maar één iemand kan overtuigen, als ik maar één iemand zo gek kan krijgen om een leuk museum te bezoeken of een mooi schilderij te bekijken, dat is al voldoende. Is het niet zo? Als je één mens kunt redden, heb je de mensheid gered. Ja, ik borduur even voor op dit wat idealistisch gefundeerde thema, maar ja, maar is hetzelfde toch ook bij de slimste? Als daar geen mensen meer naar kijken, stop je er ook mee? Zonder meer. Nou, ik niet. Ik bedoel, dan stopt de producent of ja, de omroep. Ja, dan houdt de zender mag dat eens even zeggen. We moeten nou eens wat anders doen, een ander quizje. Misschien hebben die Belgen nog wat in voorraad, wie zal het zeggen? Ja. Ja. Wat wilde ik nou nog zeggen over dit gebeuren? Over Den Haag inderdaad. Je ziet natuurlijk dat die politici heel goed weten inderdaad. Van oké, we moeten dit sturen naar de omroepen. Ik kan me aan Martijn van Helvert nog herinneren. Die zat bij het CDA. Als die weer ergens op een schip ging zitten, hè, naar een booreiland, dan stuurde die alle omroepen een sms'je van ik zit binnenkort op een eiland. Ja, willen jullie mee met de camera? Het probleem is wel een beetje bij mijn weten. Ik ken ook niet direct een heel gedetailleerd onderzoek ter zake. Dat vooral kamerleden die zich in de kijker weten te spelen bij de media,
dus die voortdurend in de talkshow zitten en dat soort, dat die wel degelijk ook de beste kans hebben om niet weer uit de Kamer geflikkerd te worden. Precies. Want een van de problemen van de afgelopen decennia is dat neem die VVD-lijst, was dat niet voor deze nieuwe periode, dat meer dan de helft eruit geflikkerd werd. Ja, totaal nieuwe mensen. En vervangen werd door nieuw bloed en zo. Ja, dat klopt. Ik vind dat Kamerleden minimaal 12 jaar in de Kamer moeten zitten, want ik begreep dat ze pas vaak na 1 of 2 termijnen een beetje begrepen hoe je het aan moet pakken, wat laten we zeggen, het handwerk inhoudt in de Kamer. Ik vind dat heel ongelukkig, die mensen die maar een paar jaar in die Kamer zitten en dan weer opkrassen. En burgemeester van weet ik het, een of ander plaatsje ergens worden. Ja, hoorde ik wel dat ministers heel moeilijk aan een nieuwe baan komen. Ik weet niet of dat nou ligt aan of ze minister zijn geweest of aan hun eigen motivatie. Volgens mij is dat ook altijd zo geweest. Het is natuurlijk, ja, dat als natuurlijk zo'n minister solliciteert, dat je denkt, oh jee, je minister met een netwerk en misschien stellen ze hoge eisen. Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen die gepromoveerd zijn, dat die moeilijk een baan kunnen vinden buiten het universitair wetenschappelijke bedrijf. Ja, maar laten we het door jou. Dat ze te geleerd, als ze te geleerd en dan gaan het natuurlijk allemaal wel lastposten worden. Nou ja, zijn dat geen querulanten eigenlijk, zo'n ex-minister, zo'n gepromoveerde gozer of mevrouw. Hè? Laten we Wouter Koolmees eens nemen. Toch een getalenteerde man. Netwerk, ja. Weet veel van zaken. En kan geen baan vinden. Die is nog steeds een zeggend oriënteren is hij volgens mij. Dat kan natuurlijk van alles betekenen. Dat hij al rond is. Ik kan me voorstellen, ik begreep dat hij het niet altijd even makkelijk heeft gehad als minister. Dat het hem ook zwaar viel. Ik zou het volstrekt legitiem vinden als hij nu, wachtgeld krijgt hij ook. Als hij nu, het is bijvoorbeeld 3/4 jaar rustig aan deed. Of hoe lang zit dit kabinet? Een jaartje. Ja. Dus ik zou zeggen, laat dit rustig een jaartje kalm aan doen. Ik ben er heilig van overtuigd dat Koolmees een prima baan kan vinden. Dat denk ik ook wel. Maar waarom krijgen ze nu wachtgeld terwijl ze zijn niet meer politiek actief? Het kabinet is klaar. Waarom krijgen ze dan nog wachtgeld? Het is toch gewoon afgelopen? Nou, ik ben een erg groot voorstander van de wachtgeldregelingen. Omdat je anders helemaal geen mensen meer kunt vinden voor dit soort van werk. Want het afbreukrisico in de politiek is gigantisch groot. Dus je moet er wel rekening mee houden. Dat je, als je eruit gekegeld wordt, om wat voor reden dan ook, het kabinet valt, terwijl je daar helemaal niets mee te maken had. Het is het gevolg van ruzie tussen twee partijen waar je niks. Nou ja, dan moet je wel, vind ik, de zekerheid hebben dat je niet 1, 2, 3 naar de voedselbank moet fietsen. Nee, dat begrijp ik, maar op een gegeven moment moet het wel stoppen. Het kan niet eeuwig doorgaan. Die wachtgeldregelingen zijn tegenwoordig ook beperkt in de tijd. Ja. Maar dat er wachtgeld is, vind ik prima. Ook als je functie erop zit. Ja, natuurlijk. Dat is wachtgeld. Dat is de essentie is, je functie zit erop. En omdat je in de politiek nooit weet wanneer je functie erop zit, moet wel een zekere mate van zekerheid worden geboden. Je hebt ook een hypotheek, Koolmees heeft ook een hypotheek. En misschien heeft hij wel kindertjes op school en nee, ik weet, kijk, dan niet wat. Ik snap wel dat als je er gedurende de 4 jaar dat je het aangaat, dat je dan na 2 jaar eruit geflikkerd wordt, dat je dan nog 2 jaar wachtgeld krijgt. Dat begrijp ik nog. Maar de 4 jaar zitten er nu op. Je wist van tevoren, na 4 jaar eindigt het sowieso of we gaan door. Die 4 jaar zitten er dan lang niet op. Nou ja, maar volkomen is wel. Zat in het vorige kabinet. Precies, dus zijn vorige periode zit erop nu. Ja, dat is waar. Maar nee, wacht nou maar even. Koolmees is pas niet politiek actief burger sinds een jaar, toch? Ja. Nou, 4 jaar is die minister geweest. Ik weet niet, zat hij ook het kabinet daarvoor? Dat weet ik allemaal niet eens uit mijn hoofd. Dus ik vind dat hij wel recht heeft op een forse periode. Hmm. Ik heb wel begrepen dat hij vrijwillig ermee gestopt is. Dat hij wel door had kunnen gaan. Maar dat hij kennelijk dat hij wel eens wat anders wilde. Wat ik me ook maar kan voorstellen. Dus nee, ik ben anders dan de bekende populistische weerzin tegen wachtveldregelingen. Je moet het niet overdrijven, maar je moet wel zekerheid kunnen bieden. Omdat de politiek een hoogst onzeker beroep is. Echt een hoogst onzeker beroep. Dus ook als je iets heel doms doet, zoals ze Onno Hoes doen met die jongens. Dan je wordt eruit gegooid en heb je nog recht op wachtgeld. Ja, dat vind ik wel. Ik vind het ontzettend stom van die Onno Hoes. En ik moet zeggen dat ik het, als je zo'n fijn baantje hebt als burgemeester van Maastricht. Ik weet niet of je daar wel eens het stadhuis hebt gezien. Ja, prachtig. Een magnifiek stadhuis, die ook die werkkamer van de burgemeester. Dan zeg je nou, dat je dit hebt opgegeven, niet waar,
voor zo'n snotjongen, vanwege bepaalde gewenste activiteiten, dat vind ik wel eigenlijk hetzelfde als met Bill Clinton. Hè? Dat je nou God beter het, dat je niet die betrekkelijk korte periode dat je in dat Witte Huis zit, niet een beetje in kunt houden, dat begrijp ik niet. Ja, is misschien toch macht dat je denkt van wat kan mij nou gebeuren hier? Ja, nou, bij Onderhoes was het wel heel erg stom, toch? Omdat hij was al een keer betrapt met dit soort van activiteiten. Oh, is dat zo? Ja, en toen had hij aan beloofd aan de gemeenteraad, dat zou het nooit meer doen. En toen gebeurde het weer. En dat is een beetje een boekensteintje-achtige toestand natuurlijk. Ja. Als je belooft iets niet meer te doen en je doet het toch weer, ja dan ga je vaak voor de bijl. Ja, wat was dat ook? Maar ik vind dat gepeuter aan die wachtgeldregelingen, dat vind ik al populistisch gezet. Okay. Wat was dat ik vind ook dat je dat er dus de balken en de norm vind ik ook flauwekul de eerste klas. Waarom? Nou, de minister-president die mag voor mij best meer verdienen dan 180.000 euro. Dat is natuurlijk ook in de zakenwereld stelt daar geen reet voor. Terwijl het een hele verantwoordelijke en belangrijke functie is. Ja, ik las van de week dat Yvonne Jaspers bij Boer Zoekt Vrouw ruim 2 ton verdient. Nou, dan moet ik zeggen dat als dat... Ik geloof, wat is de balken in de norm? 189.000 of zo? Ja. Nou ja, goed, dat het geeft op zichzelf is het al een hele lollige indicatie. Dat iemand die dus de verpleegster van dienst speelt bij Boer Zoekt Vrouw, dat die dus meer verdient dan de minister-president. Dat is toch getikt, of niet? En dat is toch te betekenen dat alle verhoudingen zoek zijn? Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zou niet een argument kunnen bedenken hoe het is, maar ja. Nee, maar zo zit de wereld in elkaar. Dus ik vind het... Het is een goede reden om te zeggen, betaal die minister-president nou behoorlijk. Hè? Ja, al is dat natuurlijk ook wel veel geld, 180.000 euro. Ja, dat is voor veel mensen veel geld, maar dan zouden ze een nader onderzoekje moeten lezen naar verdiensten in het bedrijfsleven. Ja, dat is waar. Omdat je daar vaak natuurlijk ook het zichtbare salaris bar weinig zegt over je inkomensstroom. Omdat je allemaal extra pensioenrechten krijgt en bonusuitkeringen. En ik weet allemaal, wat hebben ze niet God beter het verzonnen om die mensen gigantische bedragen te betalen. Waarvan je ook altijd denkt, waar is dat goed voor? Hè? Dat was toch ook bij die bankdirecteuren. Van, er werd altijd het argument, dan gaan ze naar het buitenland. Ze zeggen, laat ze vooral naar het buitenland gaan. Dat klopt. Bij Ralf Hamers van de ING werd dat altijd gezegd. Ja, maar die is ook naar het buitenland gegaan. Uiteindelijk wel, ja. Nee, ik zit totaal niet in waarom zulke mensen per se 1 miljoen zouden moeten verdienen. Dat zie ik absoluut niet in. Ja. Ik las wel weer dat de glorie daar in de techsector zijn voorbij nu. Dus daar verwachten ze een gure periode. Oh, nou prima, zou ik zeggen. Ja, dat is zo is het ook alweer. Wat Buffett zo treffend ooit, een fantastische metafoor. Pas als het app is, kun je zien wie er zwemt zonder zwembroek. Ja, dat is wel een mooie vergelijking, ja. Ja. En dan zie je pas, kijk, als de tijden slecht zijn, zie je pas wie echt goed zijn en wie niet. Ja. Hey, heb je nog Davos een beetje meegekregen? Ja, daar was weer de bekende opwinding dat daar volgens velen een soort van samenzwering gaande is. Die de hele wereld runt op een gruwelijke manier. En dat ze ook in achterkamertjes baby's bakken en opeten en zo. Dat de bekende kletspraat. Ja. Dit is dezelfde kletspraat als over wat je in de tijd over de Bilderberg-conferentie. Wat de prins Bernhard iets mee te maken, dat was ook een soort geheime wereldregering. Nee, dat is het helemaal niet. Die lui die daar komen, die vinden zichzelf natuurlijk allemaal enorm deftig en zo. En het schijnt, ik vond dat die economist daar een prima stukje over had. Die zei, het wordt schromelijk overschat wat de betekenis is voor de grote wereldvraagstukken. Maar het is hartstikke handig om met bepaalde mensen een gesprekje te voeren. Ja. Het is een netwerkbijeenkomst. Ja. Zoals er zoveel netwerkbijeenkomsten zijn. Ja. Ja, ik hoorde die Ali Niknam, die zei van, ik heb een man die wilde ik al 3 jaar spreken voor mijn bedrijf Transip. Die kwam ik daar aan de bar tegen. Dat was die jongen die naast mij zat. Ja, leuke gast toch? Ja. Ja. Weet je wat hij doet? Ja, ik weet niet, hij was bankdirecteur, als ik het goed heb begrepen. Maar... Van Bunk, ja. Dus dat is B-U-N-Q. Oh. Zoveel had ik begrepen. En hij was verwikkeld met de overheid in een proces over de witwasstrategie. Omdat er natuurlijk aan de lopende band toch wit gewassen werd en wordt, ongetwijfeld. Ja. Er zijn enorme geldstromen, ja, daar moet je iets mee. Ja. Wat wou ik nou gaan zeggen? Over Davos. Ja, over Davos. Dus maak hem
dit? Waarom denken mensen toch altijd dat er immense gruwelijke complotten zijn? Die zijn er helemaal niet. Ik zou, ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Kijk, ik ben ervan overtuigd, als je echt belangrijk bent, hoef je ook helemaal niet naar Davos. Wie echt belangrijk is in deze wereld, die kan de telefoon oppikken en die kan bellen wie die wil bellen. Maar alle belangrijke mensen gaan daar toch naartoe. Ja, dat is om gezien te worden. Om te laten zien dat je belangrijk bent. Je bent er alleen omdat je dan gezien wordt als belangrijk. Maar als je echt ontzettend belangrijk bent, dan ga je niet, naar mijn idee. Hoewel de Amerikaanse presidenten ook gingen, als ik het wel heb. Maar Biden was dat niet. Biden niet, nee. Ja, ja, die moest waarschijnlijk te hard had natuurlijk, dan is zijn motoriek weer zichtbaar. Dat is geen reclame. Nee. Nee, ze moeten hem gewoon ergens naar binnen rijden. Dan moeten ze een ding doen en dan moeten hem niet vertiegen. Ja, dat is het precies, ja. Ja. Maar goed, hij zit er toch nog. Hoe lang is hij nou president al? 2 jaar? Nou ja, dat kun je precies nagaan. Vanaf januari 2021, 20 januari 2021. Oké, dat is nog niet zo lang. Nee, dit is inderdaad een ruim een jaar nu. Ja. En nog even, want ik zag ook nog een berichtje van iemand van Philips. Die zei ook van ja, Davos, dat is eventjes een hele andere wereld. We zitten in een bubbel en volgens mij zat ze in de trein terug. En toen zei ze nu weer terug naar de normale wereld. Dus het geeft wel eventjes aan dat het natuurlijk allemaal... Allemaal mensen die daar zijn, denken dat ze belangrijk zijn. Ja. Dat is hartstikke fijn als je denkt dat je belangrijk bent. Maar in het zicht van de wereldgeschiedenis ben je totaal onbelangrijk. Misschien kunnen ze daar ook nog een lezing over houden. Ja. Die staatssecretaris die aan tafel zat bij Opeen, die wilde wat meer tijd toch de volgende keer om wat goede gesprekken te voeren. Ja, want ze had allerlei interessante mensen gesproken, begreep ik, die zich bezig hielden met de plastic verwerking. Nou, valt dan nog wel veel aan te doen, want ik geloof dat van het wereldwijd geproduceerde plastic ongeveer 15% gerecycled wordt, dus 85% niet. Dus daar is nog een wereld te winnen. Ja, ja. Ik had wel het idee dat zij fan was van de Van Rossums. Ja, heel veel mensen zijn natuurlijk die wel eens even iets rustigs willen zien. Hè? Ja. En even niet naar zo'n achterlijke talkshow willen kijken. Dan moet je naar de Van Rossums kijken, daar steek je wat van op. Ja. Er zit een relatief laag tempo in, het is ook geschikt voor bejaarden. Dus het is in allerlei opzichten een ideaal programma. Je bent nog met me eens dat je beter naar de Van Rossums moet kijken dan naar VI. Ja, nou, ik heb het idee dat zij het misschien nog wel eens in de ministerraad aanraadt om het te kijken. Ik hoop het dat ze dat doet. Ja, dat zou, ik zou, er, zou wel verguld zijn. Te meer omdat ik dan hoop dat ook in de ministerraad iets meer interesse wordt getoond in de culturele sector. En dat die er misschien ook wel erg schraal afkomt in Nederland. En dat we misschien ook iets meer geld kunnen besteden aan musea, collectievorming enzovoort. Ja, want musea hebben het nog steeds moeilijk, hè, na corona. Zeker. Ja. Ja, trouwens de theaters ook. Ja. Ik heb toch, begrijp toch dat nog steeds niet, laten we zeggen, dat we ze nog steeds achterlopen op het pre-corona tijdperk. Waar heeft dat mee te maken dan? Met, want de mens, dat nou, er minder dat mensen is, komen? Het vermoeden is dat er veel oudere mensen bang zijn. Toch besmet te worden. En nou ja, dat het niet echt secuur is. Misschien is de loop eruit geraakt. Dat kan ook. Wat bedoel je? De loop eruit? Nou ja, dat mensen de gewoonte om naar het theater te gaan in die 2,5 jaar kwijt zijn geraakt. Ja. En weer terug moeten zien te winnen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Want ik heb het idee dat je toch gewoon weer even een keer moet gaan. Dan heb je weer dat gevoel van hoe leuk ja, dat is. Nou, misschien dat het vanzelf stap voor stap terugkomt. Maar in vrijwel alle theaters werd geklaagd dat ze nog niet op het oude niveau waren. Nee. En merk je dat ook in de zalen? Want je hebt altijd toch wel goed gevulde zalen bij jou. Nee, nou, redelijk. Maar ik... De top was van mijn, wat ik nu sinds de jaarwisseling heb gedaan, was aanvankelijk de Flint in Amersfoort. Er waren zoiets van 400 mensen. Maar nu was ik merkwaardig genoeg gisteren in een openluchttheater, Caprera in Bloemendaal. En er waren 560 mensen. Zo, die komen allemaal rechtstreeks van het strand. Die waren natuurlijk allemaal, hadden ze niet gedronken. Dat was niet mijn indruk, eerlijk gezegd. Dat was niet mijn indruk. Dat is veel. En de jongste bezoeker was 11. Ja. En de oudste bezoeker, die was 93. Dat vond ik ook wel aardig. Kijk, er gaat eventjes iemand inparkeren met een mooie bloem. Ja, het gaat helemaal goed. In een witte auto. Ja, dan weten we wat jij van de witte auto's vindt. Ja, ik ben geen vriend van de witte auto. Nee. Je denkt altijd, dat is te huwelijk of zo. Ja. Hé, maar dat zijn veel mensen. Want we hadden bij die podcast hadden we ook 500 man, denk ik dat het waren. Misschien net wat meer. Meer?
volgens mij beide in de hertzaal waren er bij de 600. Oh ja. Het was ja. niet helemaal vol, maar wel bij de 600. Ja, ja, dat is wel veel, ja. En de ja. eerste keer was die uitverkocht, dat is 650. Ja. Ja, en de tweede keer net niet. Ja. Waren er 8 kaars. Dus ja, ik was er ook verrast overal, omdat het in de buitenlucht was. Wist je dat vooraf? Ja, dat wist ik vooraf, ja. Had je geen bezwaren tegen? Nee, ik heb nog opgezocht of het ging regenen gisteren, maar dat was niet het geval. En het is duidelijk dat het publiek daar dat meer met dat bijltje gehaakt heeft. Dus die hadden allemaal wel jassen en dekentjes bij zich. Oh. En ja, je krijgt als je spreekt, en ik loop altijd heen en weer, ik krijg het absoluut niet koud. Terwijl ze nog een soort van radiatortje op het toneel hadden gezet. Wat leuk. Hey, en waar heb je het dan over? Ik heb ze laten kiezen. Ik heb gezegd, er zijn 2 onderwerpen vanavond in het aanbod. En dat onderwerp 1 is Pim Fortuyn. Die tot mijn afgrijzen, niet waar, uit de doden opgerezen is. Maar dat is de van die hele enge horrorfilms, weet je wel. Dat je denkt dat je er eindelijk vanaf bent. En dan zie je toch achter in de tuin, zie je beweging en verrekt. Zo'n Walking Dead-achtig type komt uit de grond naar boven en begint weer rond te kloten. Dat was thema 1, omdat ik graag nog eens uitleg dat ik ook vind dat Pim Fortuyn schromelijk overschat wordt. En bovendien een aantal volkomen onjuiste ideeën in de bloedbaan van de nationale discussie heeft geïnjecteerd. En Oekraïne was de keuze. Maar dan begin ik dus in 1989. Dus dat is een historisch verhaal. En waar kozen ze voor? Ik heb ook allemaal keurig eerlijk gezegd dat ik het ook allemaal bij het verkeerde eind had gehad. Maar ik geloof niet dat ze dat een erg groot probleem vonden. Nee. Zij kozen vrij massaal voor de Oekraïne. Ja, Pim Fortuyn is nu weer geweest. De interesse voor Pim, die was niet bijster groot. Nee, maar we hebben nu ook alweer, dus weer 6 mei is weer voorbij geweest. Dus dat vinden mensen misschien nu niet meer zo interessant. Nee, het is duidelijk dat de Oekraïne dat leeft. Ja, maar doe je dat iedere keer dan dat mensen kunnen kiezen? Vaak wel, ja. Ja? Ja. En dan bedenk je onderweg, onderweg ernaartoe bedenk je dan de 2 onderwerpen? Ja, ik denk, wat zal ik ze eens voorleggen? Ik heb ook wel eens gezegd, je kunt ook kiezen tussen... Ik heb ook wel een aardig verhaal over wat we met de democratie aan moeten. En wat daar fout is en hoe je eventueel de problemen zou kunnen verhelpen. Ja. Of niet misschien. En dat vaak de strategieën die gevolgd worden om de democratie beter te maken... als effect hebben dat ze de democratie aanzienlijk slechter maken. En dat ook, dat is ook een heel leuk verhaal, vind ik zelf. En soms raak je al vanuit de start van... Hè, je staat daar en dan zeg je, dag dames en heren... en je bedankt even voor het applaus wat je al krijgt voordat je iets gedaan hebt. En dan lul je nog even over die thee die je daar hebt... en nog zo wat van die dingetjes... en meestal zoek ik even op hoe de gemeenteraad van de locatie in elkaar steekt. En wat had ik laatst zo'n plek waar de 4 grootste partijen allemaal 4 zetels in de gemeenteraad hebben. Dus dan kun je daar ook vanuit zo'n start, vaak reageren ze daar toch wel op wat je daar dan over zegt. Kun je ook al eigenlijk vanuit het niets een verhaal opbouwen. Ja. Het doet het toch ook altijd goed om een beetje de mensen die de lokaal spelen, om die belachelijk te maken? Geweldig. Ook in dit geval werd er enorm gelachen over de samenstelling van de gemeenteraad. Want waar was dit nu? Bloemendaal was dit. Dit was Bloemendaal, maar daar heb ik het alleen maar over de Oekraïne gehad. Nee, waar was ik nu? Was het Vlaardingen? Nou ja. Gaan zijn Vlaardingen, maar helemaal zeker weet ik niet, omdat er in die raad van Vlaardingen of een andere plek zaten wel, ik geloof 4 partijen in die allemaal het Vlaardingsbelang, Vlaardingen vooruit, deze keer echt Vlaardingen. Dat is echt van die typische lokale partijen, die komen dan in de raad met 5 zetels en dan binnen 3 maanden hebben ze elkaar op de bek geslagen bij de voorbereidingen van de raadsvergadering. En dan vallen ze uit elkaar. En dan tenslotte krijg je dan dus deze wonderlijke situatie. Nogmaals, ik beschuldig nu Vlaardingen, maar het kan ook een hele andere plaats geweest zijn. Ik haal ze vaak om elkaar heen. Dat is ook misschien al een soort Alzheimer-signaal. Maar ik vond het vrij komisch dat er wel 4 of 5 partijen Vlaardingen vooruit. Vrijwel alle gemeenten hebben minstens 2 partijen van... Ja. Boksmeer aan de slag.
nu box meer vooruit. Je komt er vaak ook niet meer uit, denk ik dan. Als je daar bejaard bent en je moet kiezen, dan denk je alles lijkt op elkaar. Het zijn natuurlijk, ja, het zijn verschijnselen die, ja, die ook samenhangen met het feit dat mensen het niet serieus genoeg nemen. Dat toch vaak, dat vind ik, het wordt vaak, denk ik, te weinig aandacht aan lokale problemen besteed. En daar ontstaat dat uit. Dus het is heel leerzaam, maar ja. Het heeft ook negatieve aspecten. Ja. Net zo dat de versplintering in de Tweede Kamer natuurlijk deels weer een weerspiegeling is van sentimenten in de samenleving. Maar ook als negatief moet worden beschouwd, want je hebt niks aan die eenmanspartijtjes. Ja, een Boekensteintje-achtige toestand. Voor ons ligt Duitsland, in ons. Marcheert Duitsland en hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.